U kijkt naar een thema-uitzending in een serie van 4 over financieel misbruik van ouderen. In het Museum van Dordrecht ga ik in gesprek met gasten die betrokken zijn bij dit onderwerp in de regio Zuid-Holland-Zuid. In de voorgaande afleveringen hebben we het gehad over wat financieel misbruik inhoudt en wat signalen zijn die wijzen op financieel misbruik. Vandaag ga ik in gesprek met Hanneke Huurman, directeur externe betrekkingen van het Beschermingsbewindkantoor Nederland, met Annemarie Smits, die als maatschappelijk werker betrokken is bij het Sociaal Wijkteam in Dordrecht, en met Gerda Thiele van Veilig Thuis. Gerda, als ik bij jou mag beginnen, wat houdt financieel misbruik in? Ja, financieel misbruik, dan praten we het eigenlijk over het ongewild en ongepast gebruik maken van geld of goederen, en in dit thema van ouderen. Je kan dan denken aan het wegnemen van geld, sieraden. Maar meestal wordt er een welwillende invloed gebruikt om een ouder een bepaalde richting uit te sturen. Om handelingen te verrichten die een ouder eigenlijk niet wil. En dat kan onder psychische dwang of soms zelfs met fysiek geweld plaatsvinden. En wat kan je nou doen als je het idee hebt dat jou of een naaste dat overkomt? Wat zijn dan stappen die je kan zetten? Bij Veilig Thuis hebben we sowieso een meldingendienst. Er werken hulpverleners die 24/7 bereikbaar zijn. Zij luisteren naar je verhaal en kunnen dan samen kijken met in dit geval een advies vragen. Om te kijken welke stappen men zelf nog kan zetten. Of het bespreekbaar maken met de ouderen. Hoe kan je dat doen om het financieel misbruik of het vermoeden daarvan te stoppen of te voorkomen. Een andere weg is ook echt een melding doen bij Veilig Thuis. En als Veilig Thuis dan een melding aanneemt, wat zij ook eigenlijk altijd doen, dan wordt die melding beoordeeld. En dan kijken we of wij direct hulpverlening in gaan zetten of zelf bijvoorbeeld onderzoek gaan doen. In de meeste gevallen betrekken we dan ook direct het sociaal team erbij om samen op te trekken, om te kijken wat er aan de hand is. Ja, je zei net ook dat je dan hulpverlening inschakelt. Jij bent maatschappelijk werker. Wanneer komen jullie in beeld? Ja, nou, wat we inderdaad Gerda benoemd is dat ze dan de melding die binnen is gekomen, daar zijn zorgen over, die worden doorgezet naar ons om te vragen of wij er, zoals het mooi heet, erop afgaan. Dus dan gaan wij naar het desbetreffende adres waar de slachtoffer is en maken we de zorgen in ieder geval bespreekbaar. Dus dan geven we aan dat er zorgen zijn en proberen we het gesprek aan te gaan met de bewoner. Kan je daar een voorbeeld van noemen? Jongstleden nog is er een melding gekomen van een meneer die al wat verder gevorderde dementie had. En die had een contact met een mevrouw voor de gezelligheid. En die gezelligheid bleek toch wat anders. Die vrouw was uit op op zijn geld. En die deed wat boodschappen, maar die heeft uiteindelijk ook de bank, gewoon zijn bankpas in beheer gehad en daar grote uitgaves van gedaan. En, en wat hebben jullie kunnen doen toen? Uiteindelijk is er samenwerking met de huisarts en met het case management van de dementie hebben we inderdaad beschermingsbewind voor hem aangevraagd. En volgens mij zelfs de sleutel van de deur vervangen, zodat het in ieder geval veilig is. En zijn geldzaken werden uiteindelijk beheerd door beschermingsbewind. Ja, duidelijk. Ja, dat is een schrijnend verhaal. En als je nu kijkt naar financieel misbruik, er is ook veel sprake van babbeltrucs, hè? Gerda, kan jij iets vertellen over wat het verschil is tussen financieel misbruik, zoals in zo'n geval, en een babbeltruc? Ja, nou, het financieel misbruik in het thema ouderenmishandeling, dan heb je het echt over financieel misbruik in afhankelijkheidsrelaties, dus in de huiselijke kring.
Wat we bijvoorbeeld inderdaad de laatste tijd vaak zien, is dat er plotselinge vrienden zijn die zich dan opwerpen als een soort mantelzorger. Dus een soort afhankelijkheidsrelatie aangaan. En dan spreek je ook over financieel misbruik. Als je het bijvoorbeeld hebt over een tasjesroof op straat of een babbeltruc, hè, waar we ook veel over horen. Of digitaal misbruik tegenwoordig. Dat zijn items die vallen niet onder die definitie. Maar daar kunnen mensen zeker voor naar politie en daar dan melding of aangifte van doen. Dus dat is het verschil tussen financieel misbruik en financiële criminaliteit. Criminaliteit inderdaad, dat is een ander onderwerp. We hebben daar een politieagent over gesproken die gespecialiseerd is in dit onderwerp. En hij gaat in op het onderwerp aangifte doen bij de politie. Ja, er zijn schattingen dat per jaar zo'n 30.000 senioren slachtoffer worden van financiële uitbuiting. Maar dat zijn schattingen, want qua cijfers krijgen we er niet zo heel veel over binnen. Het heeft deels te maken met schaamte van mensen, dat als het ze overkomt, dat ze toch niet naar de politie durven te stappen. Of omdat ze financieel afhankelijk zijn van de persoon die het doet. Of gewoon ook omdat ze het niet weten. Dus ja, de cijfers zullen waarschijnlijk vele malen hoger zijn dan de schattingen die we op dit moment hebben. Het is natuurlijk ook voor een ouder ook een behoorlijke stap om naar de politie toe te gaan, eventueel de aangifte te doen. Sowieso moet je al dan vaak tegen je familie het aangifte doen en wil je dat wel. Daar wordt de ouder ook door beschermd dat het niet alleen aangifte is, maar ook een klachtenlict. Dat betekent dat bij een hulpofficier van justitie de klacht moet worden gedaan en dat er nog een mogelijkheid is om die klacht in te trekken. Maar het is natuurlijk wel een hele stap voor de ouder om dat te gaan doen. Want wil je wel dat je familielid vervolgd wordt, want dat is eigenlijk de vraag die je stelt aan de politie, stel strafvervolging in. Of wil je dat de zaak opgelost wordt? En dat kan misschien op een andere manier via de hulpverlening. Ja, als het echt mis is gegaan, dan kun je dus in contact komen met beschermingsbewind. Hanneke, kan je vertellen wat beschermingsbewind nu precies doet? Beschermingsbewind, de term zegt het eigenlijk al, is bedoeld om iemand te beschermen. In dit geval iemands geld en goederen. Het is een uitspraak die door de kantonrechter wordt gedaan. Het is dus echt een juridische maatregel. En de werking ervan is dat iemand eigenlijk het beheer over geld en goederen uit hand geeft aan de door de kantonrechter benoemde beschermingsbewindvoerder. Oké, en wanneer wordt dat ingezet? Dat wordt dus ingezet inderdaad in situaties zoals net ook omschreven, hè, met een demente meneer. Daar waar vermoeden is of bewijs is van financieel misbruik. Omdat dan het gehele beheer wordt overgenomen, kan de misbruiker niet meer bij het geld. En heb je dus eigenlijk ja, de praktische bescherming tegen de misbruiker. En dat is wat het slachtoffer helpt? Of? Absoluut, dat helpt zeker. Dan hoef je niet meer zelf op te treden. Je hoeft als ouderen niet meer zelf te zeggen tot hier en niet verder. Dat zeggen wij. En we regelen het goed voor de ouderen. Die krijgt geld ter beschikking om goed van te kunnen leven. Maar echt rare transacties, veel geld wegsluizen, dat is dan onmogelijk, omdat iemand er niet meer bij kan. Dat is een hele mooie, ja, mooie hulpmiddel inderdaad. Gerda, er is natuurlijk ook veel schaamte als het gaat over financieel misbruik. Dus ja, daar hebben jullie allemaal mee te maken, lijkt mij. Wat maakt dat mensen zo moeilijk praten over dit onderwerp? Ja, zeker bij ouderen speelt loyaliteit daar een hele grote rol in, hè? Loyaliteit naar familie, want het is ook vaak familie die de ouderen financieel misbruikt. En een oudere die wil dat uit schaamte daar niet naar buiten brengen. Of die denken, nou dat doet mijn familie niet. Ze willen het eigenlijk zelf niet geloven. Ze weten beter, maar willen er gewoon niet aan. Soms is het angst voor represailles van de pleger, van hè, wat gaat de pleger doen als ik dit naar buiten ga brengen, dan word ik dadelijk niet meer verzorgd. Hè, want soms is de oudere afhankelijk, of heel vaak eigenlijk, van zorg van de pleger. Dus dat zijn allemaal zaken waardoor het eigenlijk moeilijk is om het naar buiten te brengen voor een oudere. Maar hoe ga je dan over zo'n onderwerp in gesprek als je signalen hebt opgevangen? Hoe doe je dat? Want maatschappelijk werk lijkt mij iemand die dat goed kan. Ja, je maakt in ieder geval de zorgen bespreekbaar. En in het geval van die meneer, die gaf ook aan dat hij daar geen problemen mee had. Dat hij voldoende financiële middelen had om dit
Die mevrouw had ook kinderen waar hij dan ook flinke cadeaus voor kocht. En voor zijn gevoel vond hij dat ook fijn om te doen, om te kunnen doen. Dus het leverde bij hem ook wat op inderdaad, een vriendschap. Maar ook, voor zijn gevoel wat contacten met kleinkinderen, zo benoemde die het, die hij dan niet had. Maar op deze manier voor zijn gevoel wat kon doen. Dus het was wel heel lastig om dit met hem heel goed te kunnen bespreken. Ook aangezien hij natuurlijk al wat beperkingen had in verband met zijn aandoening dementie. Maar op een gegeven moment raakte hij toch wel ook in de vaste lastenbetalingen. Dat lukte niet meer. Dus toen uiteindelijk is hij overstag gegaan om toch het beschermingsbewind. Die stappen hebben jullie gezet. Jullie hebben het contact gelegd met beschermingsbewind. Uiteindelijk heeft de samenwerking met de dementieconsulent. Die heeft uiteindelijk de contacten gelegd met het beschermingsbewind. En toen heb ik me ook teruggetrokken hoor. Dan zijn wij vanuit het sociaal wijkteam. Want we hoeven daar niet inderdaad met... meerdere personen, is ook verwarrend voor deze meneer en deze kwestie. Maar dus het bespreekbaar maken is inderdaad ook soms nog wel lastig. In die zin, de ander kan dat anders ervaren als dat wij hem dan zien. En als een cliënt inderdaad last heeft van beginnende dementie, in hoeverre kan beschermingsbewind dan nog ingezet worden? Beschermingsbewind kan zeker ingezet worden. Het kan natuurlijk zijn dat degene zelf daar niets meer helemaal helder zelf over kan beslissen. Maar dat is niet noodzakelijk. De aanvraag voor beschermingsbewind kan ook gedaan worden door bijvoorbeeld de zorginstelling of de instelling die op locatie zorg geeft. En dat is nu bij wet geregeld. Dat was in het verleden niet. Dat was lastig, want dan was je afhankelijk van degene zelf of de familie daar waar vaak nou juist het probleem speelt. Dus nu kan ook de zorginstelling de aanvraag doen bij de kantonrechter. En over het algemeen in de praktijk is het zo dat wij dat van A tot Z begeleiden. En we ervoor zorgen dat iedereen voor iedereen helder is hoe zo'n aanvraag moet lopen. En dat hij op de juiste manier bij de kantonrechter zo snel mogelijk in de aanvraag komt. Ja, want dat komt steeds vaker voor. Mensen blijven natuurlijk langer thuis wonen. Ja. Dus dat is een complex probleem. Ja, het helpt heel echt bij bijvoorbeeld als huren niet meer betaald kunnen worden. Het voorkomt, juist omdat mensen niet meer zelf goed kunnen oordelen of beoordelen, voorkomt het juist bijvoorbeeld een huisuitzetting. Hè? Het gas en licht wordt weer betaald, de verzekeringen worden weer betaald. Dus het is een uiterst middel wat we dan inzetten. We proberen natuurlijk altijd via het netwerk dingen voor elkaar te krijgen. Maar soms is het hulpende netwerk ook de oorzaak van de problematiek. En dan is er bescherming nodig vanuit een maatregel. En bescherming kan ook geboden worden vanuit de familie. Hè. Er bestaat in de wet ook de mogelijkheid om een familiebewindvoerder te benoemen. Maar je ziet vaak in de praktijk dat de voorkeur toch uitgaat naar een professionele bewindvoerder die wat onafhankelijker is. En inderdaad de dagelijkse gang van zaken rond de financiën van A tot Z regelt. We kijken dus ook van, goh, als er wat schaarste is in de financiën, zijn er mogelijkheden om het budget te vergroten? Is er mogelijkheden om de uitgaven te verminderen? Alles ten doel van een goed financieel gezond huishouden. Ja. Ik zou heel graag van jullie nog wat tips willen horen van als mensen echt serieus weten dat er iets aan de hand is. Als netwerk opmerkt bijvoorbeeld dat er dingen niet goed gaan binnen een gezin of een cliënt, ja, dan, of een bewoner, dan zal ik ze altijd adviseren om te melden bij het meldpunt. Sowieso ter registratie, maar ook omdat vanuit het meldpunt vanuit Veilig Thuis kunnen wij erop af. Dan zijn we ook privacy technisch zeg maar gedekt. Dan kunnen wij voor de deur staan. En inderdaad, ik heb een situatie gehad die toch ook aangifte heeft gedaan tegen haar kleindochter in verband met het vele geld wat haar afhandig is gemaakt. Ja, en de huisarts informeren zou ik ook altijd wel adviseren. Ook wijkagent. Maar melden bij Veilig Thuis is sowieso belangrijk. Kan dat anoniem? Dat kan, advies vragen kan anoniem. Een burger kan bij ons ook anoniem melden.
We bespreken dan wel ook met de melder dat we soms niet alle informatie mee kunnen nemen vanwege de herleidbaarheid. Dus dat maakt het soms wat lastiger. Advies vragen kan altijd anoniem. Dus je kan altijd een casus inbrengen. En bijvoorbeeld tips om het direct te stoppen. Hè, als er al sprake is van financieel misbruik. Die geven wij dan mee om samen met het slachtoffer, als dat mogelijk is, contact te leggen met de bank, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Hè. Een andere rekening openen, bijvoorbeeld een paslimiet instellen. En zo zijn er verschillende zaken afhankelijk van de situatie die we als tip mee kunnen geven. Maar soms geven we gewoon tips van hoe je een gesprek aan kan gaan. En tips vanuit het beschermingsbewind? Ja, als het gaande is, stop het zo snel mogelijk. En een van de mogelijkheden om dat te doen is via die beschermingsmaatregel. En snelheid is vaak wel geboden, hoewel de drempel vaak hoog is en de schaamte inderdaad ook wel een lastig probleem is. Maar het advies is vooral stop het snel. Ja, duidelijk. Het is goed om te merken dat er dingen gedaan kunnen worden, dat er werkelijk concreet stappen gezet kunnen worden om financieel misbruik tegen te gaan. Daar ging deze aflevering ook over. Wilt u intussen meer informatie of advies inwinnen? Kijk dan even op de website van Veilig Thuis. En de volgende aflevering gaan we in op het voorkomen van financieel misbruik. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar we met z'n allen naartoe willen. En daarom zie ik u graag in de volgende aflevering terug. Bedankt voor het kijken.